mensen. Het is vandaag dinsdag vroeg in de ochtend en ik ben alweer helemaal klaar voor vandaag, want ik heb een heleboel te doen. Ik ben, zoals jullie kunnen zien, sowieso weer terug in Nederland. Voor degenen die mijn vorige vlog niet hebben gezien, ik was dus in Barcelona met vriendinnen en daarvoor heb ik ook nog heel veel reizen gemaakt, dus ik heb Dwayne heel erg weinig gezien. Maar nu zijn we eigenlijk weer reunited en we gaan morgen ook weer samen weg op reis en dat is dan voorlopig de laatste vakantie die gepland staat. Ik ga met hem naar Curaçao en dat zien jullie dus allemaal in de volgende vlogs die gaan komen. Maar daar moet ik nog heel veel dingetjes voor voorbereiden. Ik heb hier achter al mijn koffer staan, want het een en ander heb ik al ingepakt. Ik moet nog wat dingen halen en ook komt de makelaar vandaag langs met goed nieuws. Dus dat staat er allemaal nog een beetje op de planning voor vandaag. Ik moet ook een paar campagnes nog afronden, video's editen. Dus ik ga het wel heel erg druk krijgen straks, maar het gaat helemaal goed komen. En vanaf morgen kunnen we, als het goed is, gewoon lekker tranquilo op vakantie zonder stress. Dus ik ga nu even ontbijten. Dan ga ik mijn dingen doen. En dan later komt de makelaar dus langs en dan gaat hij jullie wat leuks vertellen. Maar eerst even mijn maag vullen, because I'm hungry. Trouwens, omdat ik de laatste tijd best wel weinig slaap, merk ik dat dit een beetje gaat opzwellen als ik 's ochtends net wakker ben. En ik vraag me af of iemand daar tips voor heeft voor zwellingen in het gezicht. Vooral als je dus gewoon weinig slaapt zoals ik. Want nu zie ik het heel erg dat ik hier echt een beetje een zwelling heb. En ik weet niet hoe ik het weg moet krijgen. Dus als je tips hebt, let me know in de comments. Ik zal jullie trouwens ook gelijk even laten zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon sportkleding aangetrokken, want ik zit te twijfelen om later vandaag nog even naar de sportschool te gaan. Als ik dat direct. Ik heb aan een sporttrui, die is van Aesthetics Era. Hieronder mijn sportlegging, die is van New Yorker. En mijn Nike's, want ik moet zo meteen even de deur uit. Dus dat is de outfit of the day. Alright jongens, ik heb mijn camera even neergezet. Ik moet nu 2 vlogs editen. 2 foto's maken voor een campagne. En dat allemaal in 2 uur tijd. Dus let's go for it. Intussen moet ik ook nog wat mailtjes beantwoorden. Die echt vandaag beantwoord moeten worden trouwens. Dus mijn stresslevel is een beetje aan de hoge kant. Maar het moet helemaal gaan lukken. Vertrouw erin. Trouwens, ik heb echt de meest gezellige werkplek ever. Dit zijn dus allemaal meubels die nog in de woonkamer staan. En dat staat hier nog voorlopig wel even, want we gaan het niet verplaatsen naar iemand en dan weer teruggaan. Dat is een beetje onhandig. Dus Dwayne zei, weet je wat, laat het gewoon in de woonkamer staan. En als we dan gaan verhuizen, dan gaat alles in 1 keer mee. Dus nu moet ik hier tegenaan kijken de komende tijd. Gelukkig gaan we morgen op vakantie. Nou, kijk eens wie er is. De makelaar is net binnengekomen met goed nieuws. Verkocht, we gaan de stukjes plakken. Ja. 1,5 week verkocht. En in 4 weken definitief akkoord. Dus als je je woning wil verkopen in Lelystad en omstreken. WT Wonen. Check even de website van WT Wonen. Ik zet hem hier wel even onder en ook in de beschrijving. Want Ramon die heeft ons huis dus binnen hele korte tijd verkocht. En nu gaan we de sticker plakken, toch? Ja. Oké, let's go. Daar gaan we dan. Nou jongens, jullie zagen het net goed. Het huis is dus officieel verkocht. En voor ons was het best wel een spannende periode. Omdat we hadden zeg maar bieders op het huis. Zelfs 2 hebben we er gehad. Maar we moesten steeds wachten op goedkeuring van financiering. En nu hebben wij dus afgelopen week te horen gekregen dat het is verkocht. En het leek me wel leuk om dit aan jullie te vertellen. Door middel van de sticker plakken en de makelaar. Dat hij zelf zijn woordje kon doen. Dus wij zijn hartstikke blij en vooral opgelucht dat het is verkocht binnen 1,5 week. En dat is echt mega snel. Voor de rest, ja, nu kan het dus gaan beginnen allemaal. Ons nieuwe traject waar we in gaan. Binnenkort krijgen we de sleutel ook van ons nieuwe huis. En daar moet ook weer het een en ander gebeuren. Maar dat ga je allemaal binnenkort zien. Ik ga nu naar huis. Want ik heb net een pakketje opgehaald bij mijn postbus. Of nee, ik ga niet naar huis. Ik moet ook nog boodschappen halen. Heel snel even avondeten. Scoren. En dan ga ik naar huis. En laat ik jullie gelijk even zien wat voor pakketjes ik heb gehaald. Want het ligt hier weer helemaal vol. Dus let's go. Ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb net even boodschappen gehaald. En ook gelijk mijn pakketjes opengemaakt. En dit is wat er in pakketje nummer 1 zit. Moschino Eau de Toilette. Ik heb geen idee welke geur dit is. Het staat er niet op. Het is gewoon Moschino heet het eigenlijk toch. Dit is in ieder geval een roze fles. En hier zie ik allemaal verschillende producten. Conditioner.
shampoo van Got To Be, Schwarzkopf, Fresh and Fabulous Dry Shampoo. Dat komt echt goed uit, want ik had geen droog shampoo meer, dus die kan mee naar Curaçao. Hier heb ik Define Moments van Fa. En dit is dan een deodorant, die gebruik ik sowieso niet, want parfum deodorant werkt bij mij echt niet. Nog een douchegel. En wat is dit? Een Glam Force haarspray van Got To Be. Dus dat zat in die grote doos. En dan heb ik hier nog wat lipsticks. En deze zijn allemaal van Yves Saint Laurent. Dit is de Volupt Tint In Balm. Geen idee wat dat is. Oh, dat is een getinte lipbalsem. En het zijn allemaal verschillende kleurtjes die erin zitten. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga die doos even weggooien, want ik vind het zo irritant als ik zoveel dozen heb liggen in huis. Dus die gaan allemaal in de kliko. Even serieus, hoe leuk is dit flesje van Moschino? Een roze flesje. Deze heb ik al eerder een keer gehad, maar dan in blauw. En nu is die dus vernieuwd. De Fresh Couture van Moschino. Like it. Oké mensen, het moment is aangebroken. Ik ga mijn koffer inpakken. En zoals jullie kunnen zien ligt overal al troep. Ik heb een soort van selectie gemaakt wat ik ga meenemen. Mijn nachtoutfits, of eigenlijk avondoutfits. En mijn dagoutfits. En hier liggen hakken en zo die ik meeneem. Het bed is verschoond, dus die moet ik zo meteen ook nog gaan vervangen. En wat ga ik nog meer meenemen? Sowieso stop ik hier allemaal bikinis in. Het is de strandtas. Vind ik wel handig om het gewoon daarin te stoppen. Dan heb ik nog slippertjes. Deze gaan mee. Zonnebrilletjes. Van alles en nog wat. Dit wordt trouwens mijn outfit voor in het vliegtuig. Petje, schoenen, legging denk ik, hieronder. Even kijken. Nou, de koffers zijn ingepakt. Dit is mijn handbagage en dit is mijn koffer voor mijn kleding, et cetera. Video is klaar. De laatste video die ik moest editen. Dus die is nu aan het renderen en die kan ik dan gelijk gaan uploaden. Maar dat kan ik ook nog morgenochtend doen, want mijn wekker staat toch om 6 uur. En moet om 7:30 vertrekken. Dus ja, zijn we ready? Mm-hmm. Klaar voor Curaçao? Ik ben moe. Ik zie het aan je. Heb je er zin in? Je weet, ik kom er zo niet naartoe, want dan vliegen ook nog 8, 9 uur. Mm-hmm. Het is nu 12:30 s'nachts, dus ik ga deze vlog afsluiten. Heel misschien plak ik er nog een dag achteraan, dan moet ik heel even kijken of dat lukt. En of deze vlog lang genoeg is om te uploaden voor de safety, want ik weet dus niet hoe de wifi is in het hotel. Dus dat zie ik dan nog wel. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij misschien straks terug met nog een dag eraan vast. En anders tot de volgende keer. Doeg!